Wij als commissie moeten proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe het is gekomen, dat is onze opdracht, dat zo verschrikkelijk veel overheidsmiddelen besteed zijn aan het RSV-concern en hoe het desondanks toch is misgegaan. Een bestuurbaar geheel is RSV altijd met zeer veel moeite geweest. Het is een gewone, gekunstelde, onder druk tot stand gekomen operatie. We ergeren ons dood. Hoe is het mogelijk dat een bedrijf 10 jaar achter elkaar zulke calamiteiten meemaakt en dat nog steeds dezelfde bedrijfsleiding voort kan gaan met het bedrijf te leiden? Vragen om ontzettend veel geld om die zaak open te houden of Palsboom sluiten, want dan weet u ook dat u de Zwarte Piet toespeelt aan de regering. Je kan er wel op elke onderneming keer 100 keer allerlei organisatiebureaus zetten, maar als je de mannetjes niet hebt die op de plaats het werk doen wat er moet gebeuren, dan kun je net zo goed naar uitschermen te organiseren. In een veel later stadium ben ik ook tot de conclusie gekomen dat qua bestuurbaarheid en qua uitvoering geven aan de oorspronkelijke uitgangspunten van deze fusie, ik daar in ieder geval niet toe in staat was geweest om dat te doen. She just sat in. Is in Nederland bijna uitgestorven. Eeuwenlang was het bouwen van zeeschepen een belangrijk onderdeel van onze economie. Duizenden mensen verdienden er hun brood. De geschiedenis van RSV, het Rijnschelde-Verolme-concern, is ook de geschiedenis van de neergang van deze tak van industriële bedrijvigheid. De geschiedenis van RSV begon hier, op Rozenburg, aan de kop van de Rotterdamse haven. Het was het voormalige jachtterrein van de eigenzinnige, maar geniale scheepsbouwer Cornelis Verolme. Hij was de eerste die de vraag zag aankomen naar grote zeeschepen voor het vervoer van olie, de mammoettanker. Om zijn concurrenten in West-Europa voor te zijn, bouwde Verolme aan het eind van de jaren 60 deze scheepshelling en het bijbehorende enorme dok. Maar de banken vonden het risico dat Verolme wilde nemen te groot en eisten garanties. Verolme klopte voor die garanties aan bij het ministerie van Economische Zaken. Waar ze verrast waren over die aanvraag, want dat was toen nog iets heel bijzonders. Dat zou gaandeweg veranderen. Verolme moest lang op antwoord wachten. Ambtelijk lang, vindt hij zelf. In zijn ongeduld nam hij het overmoedige besluit om maar alvast met de bouw te beginnen. Hoe groot de mammoettanker eigenlijk kan worden, dat wist in die dagen nog niemand. Per maand werd het schip van Verolme op de tekentafels groter en groter. Het dok groeide mee. Dat deden ook de uitgaven. Terwijl de bouw in volle gang was, kwam er een besluit uit Den Haag. Alleen als Verolme de noodlijnende NDSM-werf in Amsterdam overneemt, kan hij de gevraagde garantie krijgen. Verolme accepteert. De NDSM werd op die manier voor sluiting behoed, waarmee nog meer onrust in het in die dagen toch al onrustige Amsterdam werd vermeden. Maar de werf werd een molensteen om de nek van Verolme. De bouw van de eerste mammoettankers op beide werven, in Amsterdam en in Rotterdam, ging gepaard met enorme verliezen. Verolme raakte financieel aan de grond. De overheid, die immers garant stond, moest er meer en meer geld in stoppen. Het Verolme-concern dreigde zodoende een staatsonderneming te worden. Maar dat wilde het kabinet de Jong niet. Begin 1970 moest het kabinet de knoop doorhakken. En precies op dat moment, een paar dagen voor de ministerraad, kwam er een telefoontje van de concurrentie. Vanuit Oslo belde topman Langenberg van Rijnschelde naar Den Haag. Naar J.A.M. Molkenboer, ambtenaar op economische zaken.
Wat bleek uit dat telefoongesprek dat u met hem voerde? De heer, telefoongesprek van de heer was, als u hem kende, die was altijd, het was altijd wel een vloers met een zekere grappenmakerij, maar het kwam er wel op neer dat hij heel kort meedeelde dat hij geïnteresseerd was dat Amers Rijn Schelde wou laten weten dat voordat de besluitende de regering zou worden genomen, want hij wist natuurlijk dat vrijdag die vergadering was, dat hij toch wel geïnteresseerd was in Verolmen of delen van Verolmen. Verolmens mammoedok, daar ging de belangstelling naar uit. Dat aanbod doorbrak voor het kabinet de padstelling. Molkenboer kreeg de opdracht de zaak onmiddellijk verder uit te zoeken. Een bericht heb ik gekregen na de ministerraad. En ik heb de heer dus voor de volgende dag uitgenodigd in Royaal te verschijnen. En daar hebben we een gesprek gevoerd. En toen bleek dat dat gesprek, dat toch wat de heer Langenberg meegedeeld had, dat de, laten we zeggen, de steun had van de aanwezige commissarissen, waren niet allemaal, en van de aanwezige leden van de directie. En dat is eigenlijk, eerst was het een beetje, een beetje een rommelig gesprek, maar de heren die hebben zich toen beraden en zijn s'avonds teruggekomen en dan hebben ze de punten op de i gezet. Hoe is het gesprek geëindigd, die zaterdag? Het was ongeveer, het duurde altijd, was een lang gesprek, voor het einde om 4 uur. En ik deel altijd de mensen dat je beter om 12 uur kan eindigen dan om 4 uur doorgaan. Wat in de laatste 4 uur gebeurde, dat werd minder belangrijker en zwevender. In het Haagse restaurant Royaal viel dus het woord overname, maar wel onder voorwaarden. Minister Witteveen van Financiën vond dat voldoende om ook aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Dat gaf een zekere basis natuurlijk om te spreken over alternatieven. Bij dat gesprek hebben zij toen natuurlijk verder een groot aantal eisen op tafel gelegd. Die ik natuurlijk moest bezien als het uitgangspunt in een onderhandelingspositie. En die zeker niet allemaal ingewilligd konden worden. Het was in ieder geval duidelijk dat zij geïnteresseerd waren in bepaalde gedeelten van het Verolmen-concern. De Rijnschelde-top bood Witteveen zo een kans om van de zorg voor het Verolmen-concern verlost te worden. Maar beide partijen, Rijnschelde en het kabinet, zagen in dat Cornelis Verolmen nooit zou toestaan dat delen van zijn imperium zouden worden verkwanseld aan zijn aartsrivaal Rijnschelde. Verolmen moest dus van het toneel verdwijnen. Dat besluit viel op het hoogste niveau. Ik ben vanavond opgebeld door de minister-president met de opdracht om de heer Verolmen mee te delen dat hij af moest treden. Wat heeft u toen gedaan? Ik heb de volgende avond dan bijna Verolmen gegaan, ja. Hoe reageerde Verolmen op de boodschap? Nou, dat is vrij begrijpelijk. Kunt u ons vertellen? Nou, dat vind ik zo. We kunnen veel begrijpen, maar we zouden graag vaststellen. Nou, meneer Verolmen, die was dat tegen. En toen? Nee, maar meneer Verolmen had altijd verteld dat hij met zijn verjaardag zou weggaan. En nou kreeg hij te horen van... ik moet niet zeggen dat ik heb de heer Verolmen voor die tijd wel eens gezien. En misschien is dat de reden geweest. Ik kon... we waren op dezelfde wijze gebekt. Dus we konden met elkaar... er zat een zekere... Je moet je gesprek kunnen voeren. Ik heb hem gezegd, man, luister nou goed. Als die zaak opgelost en welke oplossing komt, jij zit er nou tussen. Want er is geen enkel advies geweest die anders luidde, Verolmen we eruit. We hebben een diepgaand lang gesprek gehad. En uiteindelijk heeft hij gezegd, ik doe het. Dan heb ik me gevraagd of hij de minister-president wou verwitteren. Ik had van de minister-president de telefoonnummers gekregen waar hij bereikbaar was. En heeft hij zelf van de minister-president medegedeeld dat hij aftrad. De weg was nu vrij om de twee rivaliserende concerns samen te smelten. De commissie Winsemius ging adviseren hoe de fusie zijn beslag moest krijgen. In die commissie waren vertegenwoordigd de overheid, Rijnschelde en Verolmen mensen.
Om te beginnen moest worden vastgesteld wie in RSV het meeste te vertellen zou krijgen, Rijnschelde of Verolme. Onder druk van economische zaken, waar Nelissen toen nu minister was, kwam er een verdeelsleutel uit de bus die Rijnschelde in het voordeel bracht door uit te gaan van de boekwaarde van de concerns en de winstverwachtingen buiten beschouwing te laten. Het Verolme-concern had zulke winstverwachtingen, een goed gevulde orderportefeuille, maar was boekhoudkundig praktisch failliet. Het Rijnschelde-concern daarentegen zag er volgens de cijfers in de jaarverslagen veel beter uit. Maar gaven die stukken wel een juist beeld? Kijk, je krijgt een zekere routine in het bekijken van dit soort stukken. En in een potloodje pakken en dit te vergelijken met dat te vergelijken. Nou, dan was het, nou gebruik ik maar weer een Nederlands woord, zintuigelijk waarneembaar, dat daar nog wel eens slechte punten in zouden kunnen zitten. En niet zuinig ook, dat is later ook gebleken. Betekent dus dat in uw ogen, in die tijd voorafgaand aan de fusie, in feite de gepubliceerde resultaten een wat geflatteerd beeld vertoonden van de realiteit? Nou, dat is ook heel duidelijk achteraf gebleken. Want pas na de fusie kwam een verlies van 55 miljoen gulden boven water. Dat was door Rijnschelde toegedekt in de stukken. Minister Nelissen, was hij ervan op de hoogte dat er bij Rijnschelde zulke grote verliezen werden geleden? Wist niet, kan me jullie niet herinneren, dat er nog niet voorziene verliezen waren in de orde van grootte zoals u juist aangegeven. De minister zegt nee. Maar zijn ambtenaar Molkenboer had het hem toch echt geschreven. Hij overhandigde de commissie de betreffende nota met daarop aantekeningen in het handschrift van de minister. De heer Nelissen werd hierop opnieuw opgeroepen door de commissie. Ik wist dat er op lopende orders, op bepaalde orders bij Rijnschelde, belangrijke verliezen aanwezig waren. Dat wist ik. Niet, maar dat was ook niet gevraagd, dat er per saldo bij Rijnschelde verliezen zaten aan te komen die nog niet zouden zijn verwerkt. Dat was de vraag niet. Nee, maar u heeft mij wel op dat been gezet. Of ik ben erop gaan staan, laat ik het zo zeggen, dat is correcter. U zit in een commissie die fusie daar tussen die twee partijen moet voorbereiden. Vindt u dat die andere partij recht had om dat te weten? Nou, ik ben in mijn hart bent u eens. Maar er moeten anderen, het zijn twee kerels die gaan fusioneren, die moeten zien die ze krijgt. Ja, maar de staat was partij bij die zaak. Ja. Mijn vraag was, vond u niet dat als er twee fusiepartners zijn en de ene heeft verborgen verliezen waarvan u op de hoogte bent, dat de ander er recht op heeft dat te weten? Ik heb meer van die fusies meegemaakt en dan zei ik, ik zou nooit een fusie aangaan. Misschien wel praten, maar ik zou mijn handtekening in nood zeggen voordat de andere partij zijn billetjes had blootgelegd. De werkelijkheid werd dus verzwegen voor het Verolme-concern. En economische zaken had daar alle belang bij. In deze zaal op het ministerie werden de handtekeningen gezet onder het fusiecontract. En dat zou niet zijn gebeurd als men bij Verolme weet had gehad van de verzwegen cijfers. Maar nu werd op 1 januari 1971 de fusie tussen Rijnschelde en Verolme een feit. 70 bedrijven en 30.000 werknemers werden samengebracht in één concern. RSV werd geboren onder overheidsdwang. En dat spel is allerminst netjes gespeeld. In de eerste jaren ging het RSV voor de wind. Dat was vooral te danken aan de successen die werden geboekt op de Verolmewerven met de bouw van mammoettankers. 80% van de winst werd ingebracht door het Verolmedeel. Niet alleen de bouw van nieuwe schepen leverde het concern geld op, er werd ook goed verdiend in scheepsreparatie. Het concern had het economische tij mee. En dat was maar goed ook, want de rivaliteit tussen de werven die vroeger elkaars concurrent waren, was natuurlijk niet verdwenen na de fusie. Maar zolang iedereen een graantje kon meepikken, vloog men elkaar niet in de haren. In de Raad van Bestuur gebeurde dat wel, toen de eerste president-directeur van RSV, die van dat telefoontje uit Oslo, plotseling overleed. President-commissaris De Vries moest de zaak toen in de hand zien te houden. Er waren er bij die zich van de anderen verschrikkelijk weinig aantrokken, die je dus ook heel duidelijk tot de orde moest roepen. Waren er verschillende stromingen in die raad van bestuur? Ja, er waren stromingen. De club die uit Verolmehoek kwam, die had andere opvattingen dan de club die uit de Scheldehoek kwam. Werd er in die
die raad van bestuur onder uw voorzitterschap ook gepraat over de opvolging van de heer Langenberg, of niet? Jazeker. En wat waren de opvattingen van de raad van bestuur? Nou, die raad van bestuur die had, zonder het nou bijzonder duidelijk te zeggen, maar toch een sterke beleving dat er één uit hun midden gekozen zou worden. En wie zou dat moeten zijn? Daar hebben ze mij althans geen indicaties over gegeven. U had een vermoeden wie dat zou moeten zijn volgens hun? Nauwelijks. Er waren erbij die zich gedroegen alsof ze het al waren. Wie waren dat? Ja, op zijn beurt allemaal. Ik bedoel, zo'n gezelschap hè, waarvan iedereen weet wat hij waard is en graag vooruit wil. Ik bedoel, die ziet een lege stoel. Die is daar met die lege stoel bezig. Dat is voor de hand liggend. En we hebben direct gezegd, we zullen ons uiterste best doen om iemand van buiten te vinden. En dat dempte die verschijnselen. Iemand van buiten moest er komen om ruzies en afgunst te vermijden. Maar wie was daar geschikt voor? Wist deze ambtenaar van Economische Zaken misschien een naam? Of zijn minister, de heer Langman? Ik heb één naam, die weet ik. Wat zegt u? Eén naam, die weet ik. Dat was iemand uit het bedrijfsleven? Moet ik het zeggen nou? Ja, zegt u het maar. Tenzij u een reden zou hebben waarom u de commissie zou willen duidelijk maken dat er belangen geschaad worden. Dat was ik. Dat was u. Door wie is dat naar voren gebracht? Het was weer op een zaterdag. Op een zaterdag werd ik bij de heer Langman geroepen. In het presidium had de heer Langman vrijdag benaderd. Dat ze niemand konden vinden. En dat ze het er eigenlijk vonden dat ik er zoveel mee in die zaak zat. Dat er eigenlijk ook met die reorganisatie alles. Dat ik dat bij moest doen. Ik zei ja, maar ik doe het niet. En ik vond het onjuist. Als ambtenaar zijn die zo gemengd was geweest met deze zaak. En daarom op die stoel te gaan zitten. Kent u ook? Ik heb een vrouwenoverleg gepleegd, tevoren opgebeld. En toen heb ik in het presidium verteld dat ik niet deed. Ik heb nooit zoveel goede eigenschappen van mij gehoord in dit weekend dan toen. Maar ik heb dus een instructie meegekregen. Ik moet zeggen dat ze binnen 3 maanden moesten zorgen voor een opvolger. En als ze niet kwamen, konden ze bij de regering terugkomen over deze affaire. Maar toen heb ik gezegd dat ik toch bij dat standpunt bleef. Dus ze wisten dat ik het niet deed. Ik heb de heer Molkenboer in zoveel wetskringen horen noemen dat deze kan er best bij geweest zijn. Maar het heeft op mij geen indruk gemaakt. Molkenboer was dus niet de keuze van de Vries. Die had een ander op het oog. Een topman van de AXO. En die werd het in 1973 ingenieur Stikker. Met vicepresident Bout kreeg Stikker het onmiddellijk aan de stok. De raad van bestuur functioneerde niet. Maar het had natuurlijk ook te maken met het feit dat in dat presidium dan 2 heren waren die al langer bij het bedrijf zaten. Net tot vicepresident benoemd waren. En dat er een vent van buiten binnenkomt die nog maar moest bewijzen dat hij wat kon. En dat heeft denk ik, of niet denk ik, lang nog niet, dat heeft in die presidiumsfeer toch wel zijn weerklank gehad. Het was uw initiatief dat de heer Bout zou vertrekken? Nee, het is mijn initiatief geweest om te zeggen het presidium werkt niet effectief. En niet, is dat niet gegaan in de sfeer van hij eruit of ik eruit? Nou, ik heb inderdaad gezegd dat ik op die manier niet kon werken en dat ik het ook niet in het belang van de onderneming vond. Dus daarna is dus het overleg begonnen, want het luisteren naar verschillende mensen, wat is er aan de hand? De conclusie had ook kunnen zijn, Stikker, je doet het niet goed. Wij horen allemaal verhalen dat je op allerlei manieren faalt. En ik zal zeker wel op vele punten het niet goed gedaan hebben, daar ben ik van overtuigd. Maar de conclusie was in ieder geval niet dat ik moest verdwijnen. Stikker won, maar hij kreeg geen greep op de raad van bestuur. De leden daarvan stonden als kemphanen tegenover elkaar en de een na de ander vertrok.
Vicepresident Bout verdween in 1976. Die schaduw die lag al een tijdje. De heer Bout en Stikker, ik bedoel, beide zeer, zeer gekwalificeerde eerste klas mannen. Weliswaar met verschillend getinte ervaring, die gingen niet door één deur. Maar we zouden graag van u weten wat daar nou achter zat. Je kunt niet ongestraft mensen die zo ver uit elkaar liggen in denken, doen en laten in één team zetten. Daar moet je op een gegeven moment ordenend optreden. En, dat is duidelijk. Waar mensen niet kunnen samenwerken, kunnen ze niet gezamenlijk in het bestuur zitten. Nee. Maar dan moeten er toch oorzaken geconstateerd zijn. Waren die van persoonlijke aard of waren die van zakelijke aard? Ik denk van zuiver zakelijke aard. Zakelijk of niet, in 1976 waren al 7 leden van de Raad van Bestuur vertrokken. Later vertrokken er nog meer. Met een ruzie in de top moest RSV de zware jaren door. In 1973 kwam de oliecrisis. De bouw van mammoetankers kreeg een enorme klap. In de hele wereld werden ze door de grote oliemaatschappijen uit de vaart genomen en, zoals hier in een Noors fjord, opgelegd, zeg maar gestald. Maar een klein en maar weinig kapitaalkrachtig Italiaans rederijtje, Grimaldi, bestelde bij RSV toch nog 2 van deze mammoetankers. Bij de tweede tanker ontstonden de problemen. Grimaldi had geen geld meer, maar RSV had het staal en de motoren al in huis. De raad van bestuur van RSV besloot de tanker toch maar te bouwen, voor eigen rekening. Geen koper voor was te vinden, namen ze hem in armoede zelf maar in de vaart en gingen voor reders spelen. De overheid deed ook mee en stopte 70 miljoen in de rederijactiviteiten. Het schip is later vermalen tot schroot. RSV bouwde ook kleinere schepen voor eigen rekening, de zogenaamde product carriers. Alles liever dan lege hellingen. De raad van bestuur wilde er 6 bouwen van die product carriers, maar de raad van commissarissen gaf maar toestemming voor 3 exemplaren. Met veel moeite en met het accepteren van 100 miljoen verlies werd er een paar jaar later een koper voor gevonden. Om geen werven te hoeven sluiten, werkgelegenheid te behouden en RSV door de crisis heen te sleuren op hoop van betere tijden, werd de overcapaciteit, die er ook voor de oliecrisis al was, met instemming van de overheid in stand gehouden. Minister Lubbers van Economische Zaken moedigde werven zelfs aan om orders desnoods met nog grotere verliezen binnen te halen. Hij kwam in 1977 met een regeling waarin de staat 75% van de verliezen voor zijn rekening nam. De verliesparticipatie. Het bouwen voor eigen rekening en de verliesparticipatie leverde een totale strop op van 800 miljoen. In die tijd was het eigenlijk al met RSV gedaan. Het bedrijf was helemaal afhankelijk geworden van de overheid. Waarom zijn in die tijd niet gewoon werven gesloten? Iedereen was het mee eens dat het percentage scheids ook moet terug voor de stabiliteit van de onderneming. En het landgedeelte moet stijgen. Maar dat is een beleid die je natuurlijk op een gegeven moment kan vaststellen en waar iedereen intellectueel ook achter staat. Maar ik denk dat er zeker mensen zijn geweest in de aanbestuur die dat toch maar een heel moeilijk verteerbaar onderwerp vonden, zodra het op daden aankwam om dat dan ook uit te voeren. En als je dan een aantal werkmaatschappijen onder je holdingorganisatie liggen, die allemaal nog weer heel anders denken en vanuit hun eigen hoek eigenlijk de survival of the fittest theorie in toenemende mate moesten toepassen. Want vergeet niet dat vrij kort na mijn aanstelling in 1973 de energiecrisis een gigantisch invloed heeft gehad op dat hele denken. Dat is niet eenvoudig geweest. Moet u even nagaan, als je in een situatie zit van RSV van toen. Er komen moeilijkheden aan, de scheepsbouw moet afgebouwd worden, maar we zitten ook met een herstructureringsclausule van Wessemius, waar we allemaal in geloven. Laten we het zo geleidelijk en verstandig mogelijk doen. Hoe kan je ooit aan je eigen gemeenschap en aan de Kamer en aan de wereld van Nederland verkopen dat op het moment dat er in de pen is een 4,5 miljard vervangingsprogramma van de Nederlandse reders, dat je op dat moment de Nederlandse scheepsbouw een dreun geeft waardoor die überhaupt niet meer kan meedoen qua levertijd en qua prijs.
Die 4,5 miljard aan orders zijn nooit gekomen. Maar ingrepen bleven uit. Waarom gebruikte de overheid het subsidiewapen eigenlijk niet om een doorbraak te forceren? Was men dan ziende blind, wilde de enquêtecommissie weten. Men was niet overtuigd bij de meeste regering over de werkelijke moeilijkheden die er waren, alhoewel er wel notes over waren. Maar moet niet de conclusie uit ons juist gevoerde verhoor zijn dat al in een heel vroeg stadium de regering buitengewoon genereus was en dat RSV als RSV aanklopte met een financieel probleem? Ja, dat wil ik nou niet, meneer de voorzitter. Dat is nou dat ik ook begrepen heb en waar ik me altijd in de Raad van Commissarissen tegen verzet heb. Maar als je ook de verslagen van de Raad van Commissarissen zit, deze, dan zul je zien dat ik de heer altijd gewezen heb dat zelf voor de centjes moeten zorgen en dat met al die grappenmakerij dat ze niet bij de staat terecht kunnen komen. Maar ze probeerden dat het lukte. Nee, ze zeiden, nee, wacht even. Ze zijn toen eerst gaan lenen, dat is de achtergrond. Toen zijn ze gaan lenen. Ze zijn gaan lenen onder de weigerachter. 10 keer, weet ik meer, u kunt de verslagen nalezen. Hoeveel keer ik het opgemerkt heb dat ze een straatje rond kunnen lopen om naar bezuiden uit te komen voor die dingen geld te halen. Dat ze zelf hun broek moesten ophalen. En daar bestrijd ik, dat weet ik wel, dat wordt dikwijls gesteld. En dat door alle bedrijven wordt het gesteld. Dan stelt me dat zo. Maar hulp van de staat houdt niet in dat de staat een ipso facto eens is met het beleid wat die mensen gevoerd hebben. Dat ze daar geen opmerking over zijn. Die conclusie heeft... Maar de staat die heeft een ander probleem. Daar zit de staat mee, maar die wou geen werklozen hebben. Die had een grote gaspot. Die vond het tijdelijk, de crisis. En die vond, het moet maar even over de drempel getild worden. Dat was de uitdrukking die de regering gebruikte tegen mij. Dus, u moet goed even weten, op 5 augustus 1975 werd het bureau BBB opgericht om bedrijven in nood te helpen. Met geen ander doel, het was niet alleen op het gebied van scheepbouw, het was op het allerlei doel. Iemand die in nood was, die kon inzetten. De HBO-post. Dat was een regeringsbeleid. Het kabinet Den Uyl en zijn minister Lubbers waren dus te royaal voor de scheepsbouwers, vond Molkenboer. De verliezen liepen enorm op toen RSV voor eigen rekening ging bouwen. De Raad van Commissarissen daar eigenlijk toestemming voor. Het was, en dat is ook bekend, dat hebt u ook geconstateerd, dat Rijnschelde bijna altijd te laat was met het opleveren van een schip. En dat bij wijze van spreken nu deze product carriers op voorhand gebouwd kunnen worden, zodat je echt als de markt het nodig hebt, dat je zegt ik heb het al. Alsjeblieft, dat is een van de overwegingen geweest om dit te doen. De markt voor die dingen die liet zich helemaal niet zo slecht aanzien. Als dat zo was, waarom, als die markt zich niet zo slecht liet aanzien, waarom bestelden de reders die ermee moesten varen dan geen product carriers? Ja, dat moeten die reders weten. Nou, die wisten het misschien beter dan RSV hoe die markt in elkaar zat. Misschien wel, ja, of misschien niet. Nou, achteraf blijkt dat ze het beter hebben gezien, want ze hebben die dingen niet besteld. En niet gekocht ook. En niet gekocht ook. Er waren verwachtingen dat die markt op een termijn van zo 80, 82 zou omslaan. En wie dan klaar is, is klaar. En wie niet klaar is, die vist achter het net. Maar als die omslag niet komt, dan zit je in het net. Daar hebt u gelijk aan. En RSV raakte met het bouwen voor eigen rekening diep in het net verstrikt. De overheid schoot de hulp. Voor RSV haalde minister Lubbers zelfs verliesgevende orders binnen. De financiële nadelen waren voor rekening van de staat. En denk eens, ging minister zelf onderhandelen met die kerel? Over deze schepen? Ja. Over de prijs? Ja. U kent hem, meneer Lubbers, kent u niet? Houdt graag van cijfers. Ja, ik ken hem. Ja, nou, die cijfers graag. Nee, die zat er bovenop. Die heeft zich daadwerkelijk bemoeid met de hoogte van de bedragen. Niet van alle, hè? Nee, nee. Niet dat er waren een heleboel die kun je zo. Maar die kon iedereen zien dat die goed waren. Maar echt van die moeilijke gevallen waarvan eigenlijk zei dat je moest zeggen: het is een schande. Maar zo kon toch, op de wijze die u nu net beschreef, de gedachte bij RSV Post vatten. Luister eens, dat is kennelijk zoals de regering, nee, zoals de minister dat wil. Bij de ambtenaren van Economische Zaken de hele dag zich dood aan ergeren. Dat mensen van het bedrijfsleven die dan steun moeten hebben aan een of andere regelingen, gewoon vinden, normaal vinden dat ze steun komen vragen.
U vraagt wel het waarom, waar er zijn een heleboel mensen die dat ze komen vragen, dat is hun recht. Maar dat ze de wijze waarop. Men meet wel ze s'avonds de borrel te drinken, te vertellen wat economische zaken, wat er allemaal fouten is. Maar ze weten wel als ze het geld moeten hebben, dat ze daar moeten komen. En ze weten wel hoe ze moeten vragen. Maar het werd die ondernemers dan ook wel erg makkelijk gemaakt. Over die verliesparticipatie was eigenlijk geregeld dat een deel later zou worden terugbetaald, als het weer goed zou gaan met RSV. Geloofde minister Lubbers nu werkelijk dat hij daar ooit nog een cent van zou terugzien? Nee. Ik geloof dat het voldeed aan twee criteria. Het behield een interesse bij de bedrijven om zelf toch nog zo goed mogelijk op de markt te krijgen hoe ze orders konden verkrijgen. Zij het met verliezen, maar met zo min mogelijk verliezen. Twee, het dekte af het verweer. Wat zeker te verwachten zou zijn vanuit de Kamer, en in het bijzonder vanuit bepaalde delen van de Kamer. Hoe bent u er zo zeker van dat u straks niet subsidieert en er straks niks voor terugkrijgt? Dat u nu subsidieert, gemeenschapsgeld heeft en straks gaat het weer beter. Ja, wat ziet u er dan van terug als overheid? Maar dat was dus meer window dressing dan eigenlijk de gedachte, we krijgen er nog eens iets van terug. Ik had niet graag als minister van Economische Zaken in de Kamer de kritiek weerlegd. En als het nou straks weer beter gaat in de bedrijven, krijgt u er dan niks van terug? Waarom maakt u daar geen regeling voor die daarheen leidt? Had ik dat dan moeten beantwoorden van, heren, laten we nou toch nuchter zijn. Dat gaat nooit meer beter in deze bedrijven. Ik denk dat de Kamer niet gecontenteerd had. Zeker niet bepaalde delen van de Kamer. Minister Lubbers verzweeg de Kamer nog meer. In maart 1977 berichtte hij de Tweede Kamer dat de Nederlandse scheepsbouw het 4 jaar zou kunnen uitzingen als de overheid zou bijspringen met nog eens 250 miljoen gulden. Wat Lubbers de Kamer niet vertelde, was dat ingenieur Stikker hem kort voor het Kamerdebat was komen melden dat RSV onmiddellijk nog eens 200 miljoen nodig had, omdat het concern anders zou omvallen. En dan kom je natuurlijk in een situatie te zitten dat je dus bijvoorbeeld over zo'n 200 miljoen te weinig informatie krijgt, of wellicht helemaal geen informatie krijgt van de regering. Nee, maar dat is een foute zaak. Na alle tegenslag in de scheepsbouw besloot RSV zijn aandacht te gaan richten op de kernenergie, de nieuwe energiebron nu de olie opraakte. Opdrachten moesten uit het buitenland komen, want Nederland had voorlopig geen belangstelling. Zuid-Afrika wel. Dat land wilde 2 complete kerncentrales bestellen waar RSV een groot aantal onderdelen voor zou leveren. Maar Zuid-Afrika lag politiek gevoelig bij het kabinet Den Uyl. De zaak bleef hangen op een exportkredietverzekering voor de order. De PPR-ministers dreigden met opstappen, de Partij van de Arbeid-ministers werden onder zware druk gezet door hun fractie. Het werd een slepende kwestie. Voorjaar 76 moest er een besluit vallen. Op 7 mei zelf hebben we beraad. In dat beraad blijkt inderdaad dat de 3 meest betrokken ministers nu in de volgorde Duisenberg, Lubbers van der Stoel voor zijn. En zeggen, ja, we moeten gewoon die vergunning verlenen. Van der Stoel ook? Van der Stoel ook, op dat moment, zeker. Dan is het zo dat er ernstige politieke bezwaren komen. Van de PPR-zijde, die wil politiek beraad hebben als er een besluit zou vallen. Dan wordt de vergadering vandaag tot 's avonds. Op dat moment blijken 2 ministers afwezig. Niet van de tegenstanders, maar van de voorstanders. Waardoor de stemming niet 9-7 voor zou zijn, maar 7-7. U weet dat in dat geval het oordeel ligt in de handen van de minister-president. Dus het is niet onbegrijpelijk. Het is invoelbaar dat de minister-president dan ook voorstelt om die avond geen besluit te nemen. Al kort voor de besluitvorming van het kabinet heeft de heer Den Uyl mij een keer opgebeld thuis. Waarbij hij nog een keer een toelichting wilde van mij waarom eigenlijk een exportkredietverzekering nodig was. En had hij daarbij bepaalde suggesties dat RSV het misschien ook wel zonder exportkredietverzekering zou kunnen doen? Ja. Ik heb toen getracht door de telefoon in korte termen uit te leggen dat het
een onhaalbare kaart was voor RSV om op zo'n grote orde geen export kredietverzekering te nemen. En dat was gewoon op grond van financiële overwegingen, de financiële positie van RSV? Ja, niet alleen van RSV, maar geen enkel bedrijf zou dat doen. Wat acht u daarbij de achterliggende bedoeling van een dergelijke vraag? Waarom zou een minister-president, dokter Anders in de economie, een zeer ervaren, vragen in dit geval waarom nu een export kredietverzekering noodzakelijk is? Hoe hebt u dat toen getaxeerd? Nou, ik denk in mijn onschuld dat dat zo'n eenvoudig zaak was. Dat als ik had gezegd, nou ja, we kunnen ook overwegen om dat niet te doen, dan was het probleem bij het kabinet weg. De zaak was, dat blijkt ook uit de frequentie van het ministerraadsoverleg, dus heel erg in politiek vaarwater gekomen. Het was ook voorpagina nieuws in de krant. En in die situatie heeft zich, zonder nogmaals dat in formele zin gesteld werd, heeft zich een crisisdreiging voorgedaan. Wanneer is van de stoel opgegaan? Dat blijkt op 17 mei, maar ik aanneem in de nacht van 16 op 17 mei. Geen sprake van dat de heer Van der Stoel, zoals de heer Lubbers zei, in een nachtberaad om zou zijn gegaan. Ik heb wel, na afloop van dat beraad, laat zondagavond, terugkeer naar huis, voor mezelf overwogen hoe de situatie de volgende dag zou gaan worden. En ik ben tot de conclusie gekomen, nadenkende over wat ik tijdens dat politieke beraad had opgevangen over de opstelling van de PvdA-fractie, dat bij de stemming de volgende ochtend het eigenlijk niet meer zou gaan puur en alleen over de vraag al of niet verlening van die exportkredietverzekering, maar dat het in feite zou gaan over het al of niet voortbestaan van het kabinet. En bovendien, dat was een ander aspect dat mij zwaar op de maag lag, dat daarmee dan in feite zou worden beslist of, als zoals verwachtbaar was, binnen enkele weken het rapport Donner zou verschijnen, of er dan een demissionair kabinet zou zitten of niet. Het rapport Donner over de Lockheed-affaire met prins Bernhard, waardoor de monarchie in gevaar dreigde te komen, gaf voor Van der Stoel de doorslag. Het kabinet stelde een beslissing opnieuw uit. Zuid-Afrika koos wel. RSV had het nakijken. Dat heeft in de onderneming een enorme klap veroorzaakt. Want dat betekende dat de compenserende mogelijkheid die je als ondernemer ziet en bijna te pakken hebt voor verliezen die je elders hebt genomen om de continuïteit te waarborgen, dat je dat uit je vingers is geslagen. De vraag blijft of RSV ooit geld zou hebben verdiend in die kernenergie. Voor succes moesten er tenminste 5 vaten per jaar geleverd worden. Veel internationale concerns hebben later in deze sector miljarden guldens verloren. Het rampjaar 1978. Lege dokken. De tweede energiecrisis veroorzaakte in de hele wereld nu ook een klap in de scheepsreparatie. RSV was niet meer in staat om die klap op te vangen. Het concern wankelde. Nu wreekte zich dat in de betere jaren geen werven waren gesloten. Nu was daar niet eens geld meer voor, want werven sluiten, dat kost ook geld. Afvloeingsregelingen zijn duur. Maar aan de horizon daagde hulp. In maart 1978 kwam minister Van Ardenne van Economische Zaken met de grootste steunoperatie voor de zware industrie die ons land ooit heeft gekend. De staat trok de beurs voor bijna 1 miljard gulden. RSV kreeg er het leeuwendeel van. Het was niet voldoende, al werd dat aan de Kamer niet verteld. Nog geen jaar later stond RSV weer op de stoep. De situatie was nu ronduit rampzalig. RSV zei nu de hele scheepsnieuwbouw te willen sluiten. De NDSM in Amsterdam was na een strijd van jaren toen al dicht. Maar nu zou ook Rotterdam eraan moeten geloven. Dat ging het ministerie van Economische Zaken te ver. Ambtenaren gingen op zoek naar een oplossing. En zij kwamen met het idee van de ROS, de Rotterdamse Offshore- en Scheepsbouwcombinatie, waarin de bouw van grote zeeschepen en de offshore-projecten van RSV zouden moeten worden afgescheiden.
Offshore is de industrie buitengaats, baggervaartuigen en booreilanden. Om RSV in die tussentijd niet failliet te laten gaan, gaf minister Van Ardenne, terwijl er werd gestudeerd op de ROS, RSV in 1979 een blanco cheque. Die toezegging ging veel verder dan wat het kabinet had besloten. Uiteindelijk viel begin 1980 het besluit om de ROS toch maar niet op te richten. Economische zaken vond het te duur. De weg die toen werd gekozen zou nog veel duurder uitvallen. Dit wandelend baggereiland, de Kameel, is een van de objecten die de ROS voor zijn rekening had moeten nemen. Toen de ROS niet doorging, kwam het werk weer onder de hoede van RSV. In het diepste geheim sprak minister Van Ardenne met RSV een verdeeld sleutel af voor de verliezen. Het werd een drama. De kosten liepen gierend uit de hand, leiding ontbrak en RSV had geen vat meer op de werknemers die wisten dat het de laatste opdracht zou zijn. Het werd een totale strop van uiteindelijk 680 miljoen gulden. Maar liefst 630 miljoen daarvan kwam voor rekening van de staat. Waarom liet minister Van Ardenne RSV in 1979 zijn gang niet gaan toen het concern de scheepsnieuwbouw zei te willen sluiten? Men heeft mij gemeld dat RSV gezegd heeft wij moeten gaan sluiten. Bang boom. Of we moeten een heleboel geld hebben. En dat mijn antwoord dan geweest is, en misschien hebben de ambtenaren dat antwoord ook wel eerder gegeven en heb ik ze later daarmee gesteund. Maar zo gaat dat niet. U kunt niet vragen om ontzettend veel geld om die zaak open te houden of padsboom sluiten, want dan weet u ook dat u de Zwarte Piet toespeelt aan de regering. Wat nu dus in feite gebeurde is dat uw beleidsambtenaren zeggen, dat kun je eigenlijk niet doen, laten we maar alternatieven gaan uitwerken. En toch daarmee vrijwel automatisch doet wat waarschijnlijk RSV bedoelde dat ze zouden doen, een stuk van de verantwoordelijkheid schuiven naar het departement van Economische Zaken. Ja. Ja, maar ik zeg, stel nou dat dat niet gebeurd was en dat RSV met een bekendmaking was gekomen, wij sluiten over 3 maanden, en we trekken zoveel geld uit voor die sluiting, sluiten wij de reparatie en de scheepsnieuwbouw. Nou, het is al de vraag of ze dat geld voor die sluiting nog dus konden opbrengen. Waarschijnlijk konden ze niet. Dus ze hadden dan waarschijnlijk een of andere oplossing gehad. Hoe weet ik ook niet. Nou, het is duidelijk op dat moment een Zwarte Pietenspel van de leiding van de RSV om de regering daarmee voor het blok te zetten, dat die regering op een gegeven ogenblik door de volksvertegenwoordiging, gezien de grote belangen op het gebied van werkgelegenheid en gezien de achterliggende industriële structuur, toch genoodzaakt zou zijn om daar de middelen beschikbaar te stellen. Want ik denk dat ze het allerliefste gehad hadden niks te sluiten, maar een heleboel geld. Het is natuurlijk van de commissie ook daarom van belang toch duidelijk inzicht te krijgen in uw handelen en het handelen van het departement, omdat we steeds zijn geconfronteerd door andere getuigen met de stelling van, luister eens, wij wilden wel tijdig saneren, orde op zaken stellen, maar we werden door het hele politieke en sociale klimaat in die tijd weerhouden om te doen wat we moesten doen. Ja, nou. Nou, vloeit enige indicatie dat dat niet helemaal onjuist was, voort uit de gang van zaken die in januari dus kennelijk blijkens de stukken heeft plaatsgevonden. Of is dat een verkeerde inschatting? Nee, ik denk dat dat wel een goede inschatting is. Tweede helft van mei en de eerste helft van juni volgen een aantal ministerraadsvergaderingen over de problematiek waarin besluiten worden genomen. Daar vloeit uit voort de ROS. Ja. Dan is er een discrepantie tussen wat u schrijft aan RSV, namelijk dat de scheepsbouw en offshore vanaf 1 januari 1979 voor risico en rekening van het Rijk zullen zijn. Maar ik kan in de formulering van de besluitvorming in de ministerraad dat besluit niet vinden. Die brief is uitgegaan. Die heeft de medeparaaf gekregen. En daar is ook verder niemand, heeft daar ooit iets anders, ook in de discussies die dan later in de Kamer plaatsvinden, ooit een andere interpretatie aangegeven dan dit. Hè? Vandaar dat we die ROS gaan oprichten met die gedachte van hiermee is RSV om te last van de molensteen die ze niet meer kunnen dragen. Heeft het kabinet deze besluiten genomen met
de kennis van de mogelijke financiële consequenties. Dat is de vraag waar, ja, waar het op aankomt. De hele discussie in het kabinet ging erom of het mogelijk was om RSV te bevrijden van de last van de VDSM. Zonder al eventueel tot sluiting van die VDSM te moeten overgaan. Dat was de discussie, daar is alle weken die discussie over gegaan. Als ik deze besluiten lees, helaas heb ik de notulen ook niet mogen lezen. Heeft het kabinet bij het nemen van deze besluiten nooit het vermoeden kunnen hebben dat het in feite een ongelimiteerde beslissing was? Nee, behalve dat je natuurlijk moet zeggen sluiting, dat is een begroting en komt dat eruit? Begroting of niet, de toezegging aan RSV zou een kostbare rekening worden toen de ROS niet doorging. Het afmaken van de opdrachten werd een drama. Waarom trad RSV niet op als een goed huisvader toen de kosten zo werden overschreden? Er is eerst een sector die wordt afgescheiden. Vervolgens wordt er een ROS opgetuigd. Vervolgens lopen er allerlei mensen door de organisatie heen van buiten die mede gaan bepalen en beslissen over wat er moet gebeuren. De gezagsverhoudingen binnen het bedrijf worden daardoor ernstig gestoord. Men weet niet meer naar wie men moet kijken, want er komt dan een vent van de overheid binnen en dan komt er een meneer van de Rand binnen en dan komt er een andere meneer binnen. Dat soort omstandigheden zijn fnuikend voor het onderhouden van een goede organisatie. Dit waren geen marginale of matige overschrijdingen, maar dikwijls een verdubbeling van de totale kosten. U zult zich kunnen voorstellen dat de commissie zich hierbij de vraag stelt of hier nog sprake was van goed huisvaderschap. Maar allereerst de vraag aan u, hoe konden deze kosten op een zodanige wijze uit de hand lopen? De feitelijke herhaling van deze tragedie brengt mij de rillingen door mijn lijf weer terugkeren die we in dat tijd hadden. Ik kan niet anders zeggen dan herhalen wat ik persoonlijk ook ondervonden heb in het begin van 1979. Dat zich versterkte in 1980, dat wij geen greep meer hadden op deze organisatie. Afgezien van het feit dat u het volste recht heeft om daar het management primair voor verantwoordelijk te stellen, wil ik toch ook nog een keer vanuit mijn kant naar buiten brengen en naar voren brengen dat de omstandigheden waarin deze projecten moesten worden afgewerkt, denk ik tot de moeilijkste omstandigheden behoren die een mens zich kan voorstellen in een industriële omgeving. Was dat een natuurnoodwendigheid die niet te keren was, die over u heen kwam? Ik begrijp heel goed wat u zegt en ik begrijp ook wel dat u het zo beleeft. Ik kan u niet uitleggen hoe wij de situatie beleefd hebben van toen. Ik kan u alleen mededelen, niet als excuus, maar wel als verklaring, dat de situatie waarin RSV terecht was gekomen, beschadigd en gehavend, in sommige opzichten vernederd, volstrekt gedemotiveerd en met een management wat zeer gesleten en versleten was, niet qua leeftijd, maar qua gang van zaken. In zo'n situatie is RSV niet meer in staat geweest om dit proces te besturen en te beheren. Heeft niets te maken met morele verplichtingen of juridische verplichtingen. Heeft zuiver te maken met menselijke omstandigheden en industriële tragische ontwikkelingen. Ik zou zo. Daar kan ik u niet van overtuigen waarschijnlijk. Dat hoeft ook niet. Maar u vraagt hier een getuigenis van mij. En dit is mijn getuigenis van de tragedie die zich in die tijd bij RSV heeft afgespeeld. U schildert nu de dramatische omstandigheden waarin die kosten zo uit de hand liepen. Maar ligt ook de oorzaak niet veel eerder? Als we nu constateren dat bijvoorbeeld bij de kameel, maar elders zijn soortgelijke voorbeelden te geven, na zeg 9 jaar na de fusie, 8 jaar na de fusie, dat blijkt dat tekeningen van het ene onderdeel van RSV absoluut niet passen op de tekeningen van een ander onderdeel van RSV,
die beide getekend hebben voor de kameel. Dat is toch eigenlijk ondenkbaar dat zoiets gebeurt? Ja, dat, ik deel het de afschuw die u hiermee aantoont voor dit soort dat dit mogelijk is. Maar ik moet toch ook herinneren aan het feit dat door een aantal ontwikkelingen die in de eerste jaren hebben plaatsgevonden, naar mijn overtuiging, en ik heb dat al een paar keer gezegd, geloof ik, na een jaar of 3-4, de bodem onder de fusie van RSV uit was en de zeer slechte omstandigheden die zich voordeden in de markt en in de politiek. Daarnaast dus het feit dat de fusie überhaupt nog niet geconsumeerd was, omdat de fusiepartners eigenlijk daar helemaal niet nog op gebrand waren. Die fusie is nooit tot stand gekomen. En het is veel moeilijker als er een rivier tussen loopt, om dan tegen twee tekenkamers te zeggen het zou nou nuttig zijn als jullie hetzelfde, potlood gebruikten in ieder geval. Dat is veel moeilijker. Dat is veel moeilijker, ja. De RSV-top had geen enkele greep meer op de organisatie. Onafwendbaar liep de zaak steeds verder uit de hand. Economische zaken kende RSV als geen ander. Hoe kon Van Ardenne denken dat met zijn geheime afspraak de kosten in de hand konden worden gehouden? Als bekend is dat boven een bepaald bedrag de staat wel weer goed ervoor is, dan zijn de mensen met wie RSV te maken heeft en wie RSV-zaken moet afmaken geneigd om dat niet te doen, want die zeggen, nou, bij die staat is er meer uit te halen. Nou, dat is de positie waar je daar zit. En dan kom je vanzelf, dan komt die rekening op je bord. Dat is zo, als je op een gegeven moment zegt, nou, dat is gegarandeerd door de staat, dan worden die uitgaven uitgelokt. Dat is de reden waarom de gegevens niet in het openbaar naar voren zijn gekomen. Ik denk dat ik als lid van deze Kamer bijzonder gefrustreerd zou zijn geweest, niet doordat informatie werd onthouden, maar doordat die voor de helft werd gegeven. Doordat die zo onvolledig werd gegeven dat die bijna kwalitatief werd beïnvloed daardoor. Dat is vriendelijk uitgedrukt. Hebt u twee andere wegen overwogen, in de waarschijnlijkheid, misschien zelfs de zekerheid, dat dit toch een keer naar buiten zou komen? Enerzijds om de commissie vertrouwelijk in te lichten. Alle Kamerleden kennen daarvan de bezwaren, maar hebt u dat overwogen? Dat heb ik niet overwogen, omdat ik zelf geen moment geloofd heb dat die grens overschreden zou worden nu RSV er zo'n belang bij had om het daar binnen te houden. De vraag ging over de mededelingen die de Kamer werden gedaan in april 1980, op basis waarvan de Kamer moest beoordelen of u op besluit om de ROS niet door te laten gaan, omdat het niet meer geld mocht kosten dan 250 miljoen, kon worden afgewogen tegen het andere risico dat de staat nam, de ROS te sluiten en het financiële risico dat daaruit voortvloeide. En de Kamer, moeten we dus constateren, heeft in april 1980 onvoldoende informatie gekregen om te kunnen beoordelen wat uiteindelijk het niet laten doorgaan van de ROS en het afbouw van de grote scheepsboot de staat zou kosten. Dat kan ik onmogelijk ontkennen. Maar ik voeg eraan toe dat er een goede reden was om deze informatie op dat moment niet te geven, omdat dat de kosten had uitgelokt, want de ROS was toch gesloten. De Kamer kreeg dus valse informatie. De waarheid kwam aan het licht toen Van Ardenne, die in 82 weer Kamerlid was geworden, de zaak aan de orde stelde in een besloten vergadering van de Kamer. Hij vroeg zijn opvolger Terlouw hoe hoog de ROS-verliezen inmiddels waren opgelopen en hoeveel de staat nu op tafel moest leggen. De minister vertelde toen ook nog niet direct wat het was, maar het was een collega van onze oud-minister die vertelde toen, ja, maar het was toch zo en zo en hoe wordt het nou uitgewerkt en hoe wordt het toegepast? En toen wist ik het. De discussie ging toen, dat was heel wezenlijk, over wat kost het besluiten en wat kost het bij een besluiten. En op het moment dat achteraf blijkt dat die discussie is gevoerd op basis van onvolledige informatie, is dat buitengewoon, voor ieder Kamerlid, buitengewoon bitter. De Kamer wordt niet altijd volledig over details geïnformeerd, maar als dat een essentieel onderdeel in het beleid is geweest, dat voor de Kamer verborgen is gehouden met bepaalde oogmerken,
dan is dat vanzelfsprekend voor de Kamer, denk ik, onaanvaardbaar. En dan zal de Kamer daar ongetwijfeld te zijner tijd wel over spreken. U bent daar wat laconieker onder dan ik. Dat komt vaker voor. Geen geheim, klap. Maar kunt u zich begrijpen dat voor de commissie dit weer een bouwsteen is, een soort patroon dat wij menen te ontdekken in het optreden van de Kamer? In het jaar 1978 en 1979 druk uitoefenen op meer uitgaven. Terwille van werkgelegenheid en scheepsbouwcapaciteit meer openhouden, zonder financiële grenzen aan te geven. Blijkens de moties die werden ingediend, de druk die wordt uitgeoefend. En nu ineens een zekere laconieke opstelling als blijkt, nou ja, het is wel tegengevallen en dat kost dus geen 280, maar 630 miljoen. Klokken vallen moeilijk terug te draaien. No use crying over spilled milk, zeggen onze Engelse vrienden. Nee, klokken vallen moeilijk terug te draaien, maar herhaling zou kunnen worden voorkomen. Dat mogen wij thans hopen, ja. In het nauw maakt rare sprongen. Dit is ook een onderdeel van RSV. Het bedrijf Thomassen in Gelderland. Thomassen maakt gasturbines en compressoren. In 1978 nam Thomassen een grote opdracht aan om in de woestijn van Algerije complete fabrieksinstallaties te gaan bouwen voor de winning van gas en olie. Ervaring met zulke gecompliceerde projecten had Thomassen niet. Toen de staf van het bedrijf verliesverwachtingen presenteerde, gaf directeur Alblas de opdracht om die cijfers te verdoezelen, opdat de concernleiding in Rotterdam niks zou merken. In de woestijn van Afrika stapelde zich vervolgens tegenslag op tegenslag. Pas toen de ondernemingsraad van Thomassen bij ingenieur Stikker aan de bel kwam trekken, kreeg de raad van bestuur van RSV daar lucht van. Maar het project was toen niet meer te redden en het dreigde het hele RSV-concern in zijn val mee te sleuren. Met Pasen 82 werden de werknemers van RSV in een privévliegtuigje Algerije uitgesmokkeld. Belastende documenten werden vernietigd. Wat wel achterbleef in de woestijn was een verlies van 200 miljoen gulden. Wat heeft u zelf gedaan toen u in de gaten had dat het niet goed liep om die situatie te corrigeren? Poef. Moeilijk te achterhalen. Nou heeft u ons net verteld dat u nooit op die plaatsen geweest bent. Ja. Nooit een bezoek gebracht heeft aan de werkplaats. Wie waren er dan het beste geïnformeerd? Dat moeten toch de projectleiders en de mensen zijn geweest die daar gewerkt hebben? Ja. Wat waren de berichten die de ondernemingsraad aan de leiding van Thomassen ging doorgeven vanaf midden, eind 1979? Herinner ik me niet. Is het niet in het bijzonder de ondernemingsraad van Thomassen geweest die eigenlijk gewezen heeft op het buitengewoon riskante, het onheilspellende karakter van het verloop van de Algerije-contracten? Is het niet voor een directeur van een bedrijf buitengewoon schokkend als in het bijzijn van de voorzitter van de raad van bestuur door de ondernemingsraad zijn positie aan de orde wordt gesteld? Nou, dat is jammer, ja. Maar het was voor mij... Nee, het was voor mij niet schokkend meer, nee. Directeur Alblas verdween van het toneel. Het onderzoek naar de wanorde die hij had achtergelaten nam een jaar in beslag. De raad van bestuur van RSV zag intussen de verliezen op het project razendsnel oplopen, maar kon niet meer ingrijpen. En een vertraging van een jaar met dit project, met de mensen en de rentekosten die daarbij betrokken zijn, dan loopt dat bedrag heel snel op.
Kunt u ons vertellen waarom het niet is gekomen in die maanden die daarop volgden? U bent in, dacht, oktober of november 81 gaan heronderhandelen met de opdrachtgevers in Algerije om eruit te komen met elkaar. Waarom het niet is gekomen tot een oplossing? Ik denk in belangrijke mate door de traagheid van besluitvorming al daar. Betekent dat dat als u wat langer had gewacht dan u in feite had gedaan? Dan had het nog veel langer geduurd. En dat was onmogelijk? Het is geen verrassing geweest dat wij plotseling zijn met andere maatregelen gekomen. We hebben ze iedere keer in die vergadering op de hoogte gesteld van het feit, meneer heren, u moet opschieten. Want hier spelen belangen een rol die verder gaan dan alleen Thomassen. Het kan ook het faillissement van Thomas betekenen. Het kan ook het faillissement van RSV betekenen. En wanneer wij niet voor de accountantsverklaringsdatum een oplossing hebben, dan zullen we een oplossing moeten forceren, hoe dan ook. Dat werd de operatie Paashaas. Noodzakelijk geworden om RSV voor de ondergang te behoeden. Behalve personeel werden ook voor RSV belastende documenten het land uitgesmokkeld of vernietigd in de woestijn. Was de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte? Ik heb 1 of 2 dagen, en ik weet die data niet precies, toen aan de orde kwam dat de contracten in Algiers moesten worden verbroken om de Algerijnen tot anders getinte onderhandelingen te dwingen. Iets wat bij moeilijke zaken helemaal geen ongebruikelijke methode is. Was u bekend voordat u naar de minister toe ging, nadat u dus de informatie had gekregen van de Raad van Bestuur, dat het niet alleen ging om de verwijdering van mensen, maar ook om de verwijdering of vernietiging van documenten? Dat is voor mij volslagen een duistere zaak. Ik heb er niks van geweten en ik trek het nu nog sterk in twijfel. Was dat niet een van de hoofdredenen dat de mensen eruit moesten? Dat als ze zouden blijven, ze best eens in aanmerking zou kunnen komen voor een strafvervolging? Ik moet u zeggen, dat zijn woorden die in mijn herinnering geen enkele aanklang hebben. Dan moet de commissie helaas weer constateren dat het presidium van de Raad van Commissarissen zeer onvolledig werd ingelicht door de Raad van Bestuur. Ja, ik heb dus die paar dagen dat ik hier in dit prachtige klimaat weer zit, over dit punt de heer Van Rijn bij het vestje gepakt. En meneer Van Rijn heeft mij bijzonder duidelijk gezegd, luister eens, dat zijn sprookjes. En als ik die informatie nog 36 uur geleden heb gekregen, dan moet ik u zeggen dat als u dit zo precies uit die documenten haalt, nou, dan leeft u verder maar bij de documenten. Maar het zijn de mensen achter de documenten die daar de inhoud aan hebben gegeven, die de Vries, RSV optimaal uitkomt. Meneer De Vries, de commissie gaat niet af op documenten alleen. De commissie heeft met de meest betrokkenen in deze zaak, waaronder degene die de operatie leidde, en de hoogst verantwoordelijke in de Raad van Bestuur van de RSV over deze zaak gesproken. Wij wilden vermijden dat bij vertrek en een onmiddellijke controle op de bouwplaatsen te snel zou blijken welke onregelmatigheden er zich hebben voorgedaan. Toch zijn een flink aantal dozen en kisten naar Algiers gekomen en zouden meegenomen moeten worden in verband met verandering van plannen. Op het laatste moment is dat voor een goed gedeelte mislukt en die documenten zijn ook later naar mijn weten vernietigd. Als u de mededeling heeft gekregen dat de commissie hier bezig is met sprookjes, met zaken die niet waar zijn, dan kan ik u zeggen dat u weer andermaal in 1984 onvolledig wordt ingelicht door de Raad van Bestuur van de RSV. Nou, als u dat prettig vindt om dat mee te delen, dan neem ik dat in ontvangst. Maar ik deel de concluderende vragen die u in wezen stelt, daar kan ik van tenminste nauwelijks antwoord geven. Antwoorden die uitblijven omdat De Vries toen en nu verkeerd werd geïnformeerd door de Raad van Bestuur van RSV. Welke stappen heeft regeringswaarnemer Molkenboer ondernomen toen hij op de hoogte kwam van die operatie Paashaas? Had hij niet moeten ingrijpen? Ik hoorde wel eens wat en dat ik bij mezelf, laat ik nu eerst eens even weten hoe men er thuis over denkt. Maar de feiten zijn dat de regering door middel van u, ook door middel van onze ambassadeur in Algiers,
ook door middel van mensen hier op Buitenlandse Zaken, tevoren op de hoogte waren van een operatie die gepaard ging met illegale activiteiten en die er mede toe strekte andere mogelijk strafbare feiten af te dekken. En in ieder geval vervolging daarvan te voorkomen. Voelde u zich als regeringswaarnemer, toen u daarvoor het eerst van hoorde, niet geroepen om te zeggen, daar kan de regering op geen enkele wijze mede verantwoordelijkheid voor dragen? Nee, toen voelde ik gewoon dat ik mijn mond moest houden, wachten op het gesprek met de minister. Maar het zou over enkele dagen plaatsvinden. En ik vond dat het buitengewoon onverstandig van me zou zijn om te proberen meer informatie te krijgen en eventueel op zoiets te stuiten. Want dan zou ik gehouden zijn om iets te doen. En dus heb ik, dacht ik, mijn naam is Haas, is hier een betere houding. Want in zo'n geval is alles wat je weet, kan leiden tot het soort acties en verplichtingen waar ik veel liever niet in verzeild raakte. Het ging om Nederlanders die daar zaten. Het woord gijzeling klonk na in mijn oren. En ik vond het heel onverstandig om erop in te gaan. Dus ik heb onmiddellijk tegen de medewerkers of een medewerker, dat weet ik niet meer precies, gezegd. Wij doen niets. Zwijgen. De kolengraver zou RSV er weer helemaal bovenop moeten brengen. Op papier werd al een winst berekend van 1,5 miljard gulden. En uit de verte zagen ze er ook prachtig uit, die kolengravers. Revolutionair nieuwe machines die werden gebouwd in Rotterdam en daarna verscheept naar de Verenigde Staten, waar de Amerikaan Stacy ze voor RSV aan de man zou brengen. James D. Stacy, die verzot is op stockcar races, was een handelaar in van alles, maar naar later zou blijken vooral in toekomstdromen. Maar RSV had aanvankelijk grote verwachtingen van hem. Na het afsluiten van het eerste contract in 1979 bond RSV zich met handen en voeten aan Stacy. Gaandeweg verwierf hij zich de volledige zeggenschap over het project. Voordat de machines verkocht konden worden, moesten ze eerst een proef afleggen. Tot aan de ondergang van RSV is niet één machine die test gepasseerd. Telkens was er weer wat stuk. Niettemin stuurde RSV steeds weer nieuwe kolengravers naar Amerika, waar Stacy eraan verdiende zolang hij ze onverkocht onder zijn beheer had. RSV betaalde de verliezen. In 1981 nam RSV een voor het concern fatale beslissing. Terwijl er in Amerika nog geen één machine goed werkte, laat staan was verkocht, kreeg de RDM, waar de kolengravers werden gebouwd, toestemmingen om alvast de onderdelen te bestellen voor nog eens 50 machines. Een investering die de totale strop ten slotte bracht op 400 miljoen gulden en die de ondergang van RSV inleidde. De Raad van Bestuur had die beslissing genomen op basis van contracten die Stacy zei te hebben afgesloten. Hoe heeft RSV zo lichtgelovig kunnen zijn? De man die bij RSV met de kolengraver was komen aanzetten in 1976, Henk Smengel, wist wel waarom dat was. En Stacy, kan ik u vertellen, leefde ook. Het was een big spender. Maar ik heb zijn partners getest. Ik heb bij die partners gezeten en ik heb gezegd, jongens, wat ik vreemd vind is, hij praat jullie de dollars uit je zak. Je geeft net zo makkelijk $500,000. Swanson die gaf hem zo. Ik heb daar gezien dat $500,000 over de tafel ging. Ja? Voor een investering. Zo makkelijk. In groene biljetten? Nee, in een check. Amerikanen, ja.
Stacy had wel altijd groene biljetten bij, maar dat bleek later wat de reden daarvoor was. Maar... Vertel eens. Nou, ik zat hier in de House of Lords met een diner en daar moest betaald worden. En dan was het zo dat meneer Van der Meer, die later op de proppen kwam, die had dan de gewoonte dat die nodigde iedereen uit en dan moest ik betalen. En... Dat had de RSV vaker moeten doen. Maar dat was op zichzelf niet zo erg. Maar die Amerikanen irriteerden dat ik altijd betaalde. Nou werd er later nog wel eens wat afgerekend. Dus dat was nou niet helemaal zo erg. Er kwam nog wel eens wat een enkele keer wat over de brug. Maar op een gegeven moment zitten wij dus bij de House of Lords. En Stacy trekt dus een enorme clip met van die $100 greenbacks. Allemaal $100. Nou heb ik nergens zoveel hekel aan als iemand die zo'n pak geld uit zijn zak trekt. Niet als je ergens zit, dat vind ik zo ordinair. En... ja. Vooral als dat zo'n rol is. Was dat jaloezie? Nee, ook. En ik zeg dus tegen, na afloop... Maar nadat ik bloos niet gauw, maar toen bloosde ik tegenover die mensen dat gebeurde. Want er zaten een aantal mensen bij waarvan ik dacht dat ze dat ook niet zo erg leuk zouden vinden. Toen zei ik dus tegen die advocaat die erbij was, Friedeman, ik zeg, joh, wat is dat toch met die vent? Ik zeg, met die irritante manier van met die grote pakken dollars in zijn zak lopen. Ja? Ik zeg, dat stoten mensen hier om dat te zien. Hè, gouden aanstekers met diamanten erop en dat soort dingen. Dat ligt ons niet. Kan je dat nou niet thuis laten als die hierheen komt? Ja. Hij zegt, wat die dollars betreft, kan ik erg kort zijn. Hij kan geen creditcard krijgen. De man die bij de bank geen creditcard kon krijgen, zou voor RSV het kolengraafproject gaan opzetten. Hoe kon het dat RSV er niet van op de hoogte was dat de schuldeisers bij Stacy in de rij stonden? Waren er over Stacy wel genoeg inlichtingen ingewonnen? Over de persoon Jim Stacy? Nee. U hebt dus eigenlijk alleen informatie verkregen van de heer Stacy en zijn advocaat. De heer Stacy en zijn advocaat en later van zijn mensen. Hij had een kantoor, daar waren ook documenten. Mm-hmm. Ik kreeg wat ik wilde hebben. Ik bedoel, wat wil je hebben? U kreeg waarschijnlijk ook wat hij u wilde geven. Nee, ik kreeg... Hoe weet u wat u niet gekregen hebt? Dat klopt. Ik ontken niet dat dit een goede vraag is, maar ik kan ook omdraaien. Hoe weet ik wat ik moet hebben? Dat zou u kunnen weten bijvoorbeeld als u niet alleen bij betrokkenen informeert, maar ook bij anderen die... Was niet mijn opdracht, meneer Van Dam. Ik ben niet naar Amerika gegaan als privédetectieve van RSV. Dat is mijn deskundigheid helemaal niet. Ik had ook een opdracht om dergelijke onderzoeken op te starten. Alle papieren, documenten die u verzameld hebt over de status van de heer Stacy, hebt u verkregen van of via Stacy? Als u het zo wil stellen, ja. Het onderzoek naar de achtergronden van Stacy stelde dus niet veel voor. Toch verscheepte het gretige RSV-concern hem al snel de eerste kolengravers. Molkenboer ging in Amerika eens kijken hoe de machines daar functioneerden. Toen stelde ik er al vast de omstandigheden waaronder die machines werkten. Dat die, waar men elke keer ons bij de neus genomen heeft. Men heeft dan die eerste winter, 81, 82, heeft men gezegd, nou ja, dat was een zo slechte winter. Maar als hij dan zag in de gebieden waar ze stonden, dat was bij elke winter was het mis. Want zelfs in het was half oktober, het schitterend weer, het was mooie herfst. Je baggerde de modder. En hoorde van de mensen daar, dat was nog maar niks. Maar als het even ging regenen, dan ze hadden vier wielsaandrijvingen trucks, dan braken de assen en de aandrijvingen. Nou, dan krijg je wel even een ander indruk van de machine op zelf. Dat vond ik ik ben geen technicus, daar kwam mij een beetje te veel over, maar daar heb ik geen... Het is niet iets om in je voertuin neer te zetten, maar... Ook als je niet door de modder hoefde te baggeren, haperden de kolengravers. De kosten voor reparatie liepen enorm uit de hand. RSV vroeg zich af
of de kolengravers nu werkelijk zo slecht waren. Het concern stelde een onderzoek in. Het was duidelijk, er waren een paar uitermate goede operators. Als die op een machine werd gezet, dan maakten ze aanzienlijk hogere productie dan mensen die er soms ook al lang op stonden, maar blijkbaar niet de handigheid hadden. De ervaring van de servicemensen werd zonder twijfel, was het zo dat niet alle mensen de juiste ervaring hadden. Er zijn zeker voorbeelden, al heb ik ze hier niet, dat er bijvoorbeeld een of andere hapering was in de machine en dat men dan veronderstelde dat er ergens anders aan lag en een heel onderdeel of een heel deel van de machine ging ontleden en dan bleek later dat het heel wat anders was en soms een veel eenvoudiger zaak. Ik noem maar wat, één verhaal gaat er altijd dat men een deel van de machine ontleedde dat later bleek dat een stop doorgeslagen was. Niet alle kolengravers haperden of weigerden dienst. Er was er zelfs één die het bijzonder goed deed. Maar die was dan ook door Stacy ondergebracht in dienst M.M. Wops. Een BV'tje, een van de vele van Stacy, waarvan de afkorting boekdelen spreekt. M.W.O.P.S. is what we know as an acronym for making money while other people sleep. Can you tell us something about that company? Well, first of all, I think the other people were RSV. The sleeping people. Sleeping people. Can you register a company named M.M. Wops, making money while other people sleep in the United States? Embarrassingly so, yes, sir. En als hij de afkorting dan met name voor u, ik zou zeggen, wat ironisch komt vertellen, dan moet ik u zeggen, dan doet ons dat wel wat pijn, dat is waar. Want het is natuurlijk toch wel zo geweest dat wij dat exact geweten hebben. En als we nou, we zullen ongetwijfeld een heleboel fouten hebben gemaakt. Maar dat we deze fout zouden hebben gemaakt en dat we ten aanzien van deze zaak zouden hebben geslapen, dat in ieder geval niet. Op dit punt is dat niet alleen de verklaring van de heer Haasje, maar ook van de heer Stacy. Wij hebben nog gevraagd, wie zat er te slapen? Hij zegt, iedereen, behalve James D. Stacy. Hij heeft dat niet onder ede kunnen verklaren, heb ik begrepen. RSV was dus alert. Maar nog voordat er één kolengraver was verkocht van de 30 die al waren gebouwd, gaf de Raad van Bestuur toestemming om de onderdelen voor nog eens 50 machines te bestellen. Die beslissing werd het concern fataal. Ik kan nergens in de Raad van Bestuur het moment vinden in de notulen. Ik kan het ook zelfs in mijn eigen geheugen niet terugvinden. Het ligt mij niet bij dat een duidelijke beslissing is genomen waarbij in de datamaterialen voor nummer 31 tot en met nummer 80... zo duidelijk in de Raad van Bestuur is genomen. Maar daarbij komt bij dat wij op 16 maart dan het bericht krijgen dat dus inderdaad de investeringen belangrijk zijn gestegen, maar dan nog zeker niet tot een omvang dat het dan uiteindelijk aan het eind van dat jaar 400 miljoen zou zijn. En dan schrikken we daar zo ongenadig van dat we eigenlijk zeggen, iedere bestelling verder stoppen. We gaan eerst verder onderzoeken en dan blijkt in feite dat er veel meer verplichtingen zijn aangegaan dat we ons überhaupt hebben gerealiseerd. Het was een besluit waar zowel de heer Stikker als de heer Van Rijn als ik zelf volledig van op de hoogte waren. Het is een besluit wat genomen is waarbij in een vergadering waarbij aanwezig waren de heer Stikker, de heer Van Rijn en de heer Jansen. U beseft dat deze verklaring een beetje afwijkt van de verklaringen van anderen die... Dat besef ik te tegen, ja. Dat betekende dus dat er een situatie bij RSV ontstond waarbij een RDM niet over eigen middelen beschikt om een dergelijke investering te verrichten, maar moet trekken op het centrale kas. Inderdaad. Die centrale kas zit onder u. Inderdaad. En dan kan dus een werkmaatschappij als RDM, die kan rustig verplichtingen aangaan. Dat hebben we hetzelfde die mij al ver gingen buiten eigen middelen dat en die een trekking op het centrale kasbeheer noodzakelijk maken zonder dat u van het aangaan van die verplichting op de hoogte was. Het is toch inderdaad zo. Datzelfde hebben we natuurlijk ook bij Algerije gehad. De kolengraver en het Algerije-project waren ongezien aan de hoofdboekhouder voorbijgetrokken. En daarbij ging het toch om 600 miljoen gulden. Waarom, alweer die vraag, heeft de Raad van Commissarissen het zover laten komen? Ik heb de Raad van Bestuur bijzonder duidelijk ingewreven dat ze het zeggenschap volledig uit handen hadden gegeven. En dat ik elk gesprek met die partners om tot billijkere verhoudingen te komen weggegooide tijd vind, want daarmee gaven ze een stuk van hun verworven positie stuk voor stuk prijs. En zo'n gesprek kun je met mensen waarvan je dan toch aan het normatieve begrip van zaken doen een beetje twijfelt. Kun je nauwelijks aanspannen, want dan weet je dat je de kous op de kop krijgt.
Dat werd u dus duidelijk voordat het contract gesloten werd, toen het werd voorgelegd aan de Raad van Commissarissen, dat een samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan waarin de zeggenschap volledig zou liggen bij de Amerikaanse partij. Ik heb daar, dat zult u misschien in de notulen nog vinden, me bijzonder duidelijk over uitgelaten. Dat het zoveelste punt was waarop ze zouden moeten zorgen om deze heren eruit te knikkeren, desnoods met liquidering van de hele operatie. Niet het kolengraafproject, maar het hele RSV-concern werd uiteindelijk geliquideerd. Met de kolengraven was de laatste hoop op een uitweg vervlogen. Had de Raad van Bestuur zich niet veel te ondoordacht aan die laatste reddingsboei vastgeklampt? Naar mijn overtuiging wil RSV nu, met alle problemen die er nog waren en die nog op een oplossing voegen en waar tijd voor nodig was, door dat dal heen komen, dan moesten er een paar dingen gebeuren om qua liquiditeit vooral, maar ook qua rentabiliteit en qua werkgelegenheid, die ruimte te krijgen. Met uiteindelijk als doel dat het kolengraafproject de afsluiting zou zijn, waardoor RSV een nieuw leven kon beginnen. U weet hoe dat is afgelopen. Vooral marineopdrachten hebben RSV in de laatste jaren nog op de been gehouden. Nog voor er een kiel is gelegd, worden bij dit soort opdrachten al forse aanbetalingen gedaan. Zo kon het gebeuren dat eind 81 RSV de beschikking had over bijna 500 miljoen gulden aan Nederlands marinegeld. Aangemoedigd door economische zaken had Defensie dat geld ongedekt in RSV gestopt. Liever dan het te laten inpikken door de minister van Financiën. Een regeringsvoornemen om RSV toen failliet te laten gaan kon zo niet doorgaan. Er zat te veel marinegeld in RSV. RSV gebruikte dat geld om er de stroppen mee op te vangen van Algerije en van de kolengraven. Ook de regering van Taiwan merkte de geldnood van RSV. Haar aanbetaling van 200 miljoen voor twee onderzeeërs was grotendeels verdwenen in de kolengraven. Om de bouw van de onderzeeërs veilig te stellen, moest Taiwan later meer geld op tafel leggen. Al dat geld leverde voor RSV alleen maar uitstel op. Er was opnieuw steun nodig. In zijn justicken klopte in 82 opnieuw aan bij de overheid. Molkenboer had een brief geredigeerd. Jan Terlouw nam hem in ontvangst. Het was niet zo dat er ineens een steunaanvraag lag. Het was zo dat ik dagelijks overlegde met de topambtenaren en precies wist wat er ging gebeuren. Dat er zoveel over gepraat is en gezegd wat zullen we doen en de commissie ingesteld en met financiën overlegd en dat groeit, hè, zo'n besluit. Als aan de ene kant de regeringswaarnemer, uw vertegenwoordiger, aan de kant van RSV de brief zit te concipiëren waarin RSV om steun vraagt. En dat die vervolgens uw brief gaat zitten concipiëren waarin u zegt dat het gezeur moet eens afgelopen zijn en met de meeste gevoelens van hoogachting, maar niet de minder groeten. Ja. Dat is toch eigenlijk een absurde situatie, of niet? Ik vind van niet. Zo functioneert dat nu eenmaal. Zoiets, dat wordt toch door de leiding van RSV niet serieus genomen als het een antwoord is op een brief die waarmee ze samen met Molkenboer aan de tafel hebben gezeten om hem op te stellen. Waarop Molkenboer dan op een gegeven moment zegt, nou dat moet je niet schrijven, want dat krijg je toch niet. Als je nou dit schrijft, dan heb je een goede kans. Nou, dan komt er zo'n formele afwijzing in de brief. Dan zitten ze daar toch te schaterlachen. Nee, ja, zo functioneert het toch niet. Het gevolg was wel dat de overheid toch weer steun ging verlenen. Terlouw stelde echter twee voorwaarden. De Raad van Bestuur moest eind oktober 82 een overlevingsrapport op tafel leggen en, belangrijkste voorwaarde, in zijn justicken moest aftreden. Het enige en het eerste wat ik ervan gehoord heb is dat, en dat is dan die periode van 5, 6 april, meen ik, dat het presidium bij de minister was geweest en dat het presidium terugkerende naar het kantoor van RSV mij daar mededeelde dat er toch wel wat spanningen waren geweest over het functioneren van het bestuur en dat, naar ik aanneem,
om het proces te vergemakkelijken van de steunverlening er een soort dading moest worden gedaan. En dat die dading was dat ik dan zou moeten vertrekken. Toen werd u dus meegedeeld, de minister heeft aangedrongen op reorganisatie van de Raad van Bestuur, waarbij uw positie ook in het geding was. Nou, niet ook. Mijn positie was in het geding, ja. Uw positie in het geding. En dat ter de raad, het presidium van de Raad van Commissarissen, de president-commissaris op zou hebben gezegd dat men dat op dat moment nog niet wilde. Nee. Dat is wat mij toen is medegedeeld. En dat was alles wat u wist tot aan oktober? Ja. En ik zeg nogmaals dat het voor mij een dus denk ik wel een van de moeilijkste tijden van mijn leven geweest. Om te functioneren op het moment dat je weet dat dit soort eigenlijk principebeslissingen aan de gang zijn. En dat je intussen wel verwacht wordt naar buiten het vaandel zo hoog mogelijk te houden. In ruil voor nieuwe steun had het presidium van de Raad van Commissarissen al in het vertrek van Stikker toegestemd. Dat werd voor hem verzwegen. Behalve het aftreden van Stikker kreeg Terlouw in oktober 82 ook het door hem verlangde rapport. Wat deed hij daarmee? Ik stond toen op het punt om te vertrekken van economische zaken. En daar lag een rapport. En het rapport maakte duidelijk dat dit bedrijf op deze manier nieuwe calamiteiten niet zou overwinnen. Stelt u zich eens voor dat ik had gezegd, ik doe niks. Ik vond dat volkomen onverantwoord. En ik had dus nodig het afronden van het toetsen van de voorwaarden die ik gesteld had, zodat ik enig geld zou kunnen geven om een onbegeleide surseance uit te stellen tot er een nieuwe minister was die voor de Kamer weer aanspreekbaar was. Op de dag dat hij aftrad, gaf Terlouw weer nieuwe steun om tijd te rekken. Nog geen maand later stond RSV opnieuw op de stoep, nu voor 300 miljoen. Opvolger van Ardenne zat ermee in zijn maag. Hij liet een onderzoeksbureau het zoveelste rapport opstellen. Nou, dan komt er een rapportage uit die inderdaad aangeeft dat RSV aan de grond zit. En dat men echt gaat vastlopen. Nou, dat is een reden te meer om die zaak in een versnelling te brengen. En te zeggen, en nu hoe dan ook, de Raad van Bestuur, en niet alleen de president van de Raad van Bestuur die al weg zou gaan, maar de hele Raad van Bestuur moet eigenlijk gewoon, althans in materieel terzijde gesteld worden. Daar moet worden opgetreden. En dan moeten we kijken wat wij daaraan kunnen doen. Want, voorzitter, daar speelt een rol. Ik wou ook proberen om wat er maar mogelijk, maximaal mogelijk was aan industrieel potentieel en werkgelegenheid te handhaven. Minister van Ardenne kon maar moeilijk een beslissing nemen. Angst voor chaos speelde ook bij hem de hoofdrol. Maar het kabinet Lubbers besliste dat het nu was afgelopen. Op 9 februari 1983 moest RSV uitstel van betaling aanvragen. Werknemers trokken de straat op om hun ongenoegen en angst kenbaar te maken. Aan 12 jaar RSV was een einde gekomen. Van die 12 jaar had het concern alleen de eerste paar jaar op eigen benen weten te staan. Daarna ging het alleen nog maar dankzij een regeringssteun van 2/10 miljard gulden. Toen ingenieur Stikker in oktober 82 vertrok, waren 13.000 werknemers hem al voorgegaan. Bij de ontbinding van het concern zouden nog eens 5.000 mensen werkloos worden. De overheid kostte die ontmanteling nog eens 1/3 miljard. Het hele RSV-drama heeft uiteindelijk 3,5 miljard gulden gekost. Enorme bedragen zijn er dus gestoken in de poging om RSV te redden. Vergeleken met die miljarden zijn posten als onkostendeclaraties en beloningraad van bestuur bijzaken, kleinigheden. Toch heeft de enquêtecommissie ook daar aandacht aan besteed. Want opvallend was het wel. Terwijl het met RSV bergafwaarts ging en er op het personeel een beroep werd gedaan om in te leveren, werden allerlei beloningen voor de raad van bestuur verhoogd. Soms met trucjes, zoals in de jaren dat bij wet een maximum werd voorgeschreven aan de vakantietoeslag.
De leden van de Raad van Bestuur kregen in het jaar 1981 en 1982 nog een andere compensatie. Dat zijn de jaren waarin bij wet de vakantietoeslag wordt afgetopt voor iedereen in Nederland. Op een maximum van, ik meen, 5000 gulden. Dat betekende natuurlijk voor de vakantietoeslag van de leden van de Raad van Bestuur nogal iets. Omdat hun vakantietoeslag in de jaren daarvoor aanmerkelijk hoger was geweest. Wat we zien gebeuren, en we stellen hierbij de vraag of dat toch niet in strijd is geweest met de wet in de jaren 1981 en 82, dat een bijzondere uitkering in stede van de vakantietoeslag wordt uitgekeerd, die in het geval van de heer Stikker 35.000 gulden bedroeg over deze 2 jaren. Dat heeft naar mijn smaak met die loonregelingen helemaal niks te maken. Meneer de Vries, de commissie kan ook rekenen. Het gaat over precies de 2 jaren van die aftopping van de vakantietoeslag. En het gaat precies over het bedrag wat ze missen op die toelage. Ik spreek dat ook niet tegen, maar ik zeg dat de desniettegenstaande dat er niks mee te maken heeft. Dus ik voel die botsing met die wet helemaal niet. Dat kan best zijn dat die er wel geweest is. Nou, dan moet iemand me dat maar duidelijk maken. Als u zegt het was niet ter vervanging van dat stuk van de vakantietoelage wat misgelopen werd, waar was de uitkering dan wel voor? Die was er voor om het, laat ik zeggen, het velen van huis zijn enzovoort van die de raad van bestuur die dan in Brazilië en dan in de Verenigde Staten waar dan ook zat. Om dat ook wat aantrekkelijker en gemakkelijker te maken. Een soort extra reiskostenvergoeding of zo? Zoiets. Een ongemakkenvergoeding? Nou, dat woord dat past eigenlijk bij dit niveau niet. Het woord ongemak, ongemakkentoeslag, dat zit ergens anders. En dat ongemak, dat verdween weer na 1982? Dat zou best kunnen, ja. Want toen waren de hele zaken, de werkzaamheden ook sterk aan het inkrimpen. Vindt u het correct om, als RSV zelf bezig is om de kosten en offers vraagt van werknemers, om tezelfde tijd de leden van de Raad van Bestuur? Dat is nou weer zo'n vraag met een zekere tendentie erin. Ik geef daar geen antwoord op. Is correct. Spijt me erg. Waar de Vries later wel antwoord op moest geven, was op vragen over zijn eigen onkostendeclaraties. Die een totaal beliepen van 1.760.000 gulden. Over een aantal van de Vries onkostennota's waren vragen gerezen. Het werd, ook voor de commissie, een van de pijnlijkste verhoren. We hebben 2 categorieën personeelsleden. De secretaresse, de butler en een chauffeur die volledig door Bredero werd betaald. Ja. We hadden een schipper, een jachtopziener, een assistent jachtopziener en een tuinman die aan, weliswaar door Bredero werden betaald, maar aan u werden doorberekend. Ja. Dat is de gang van zaken. Nu hebt u ons meegedeeld op uw specificatie. En misschien wilt u hem even voor u nemen, dan, dat we weten dat we over hetzelfde praten. Dat u een aantal mensen ook contante bedragen betaalde. Zo hebt u vanaf 1976 uw secretaresse tot het eind toe, tot en met 81 zeg maar, per jaar boven haar loon van Bredero een bedrag betaald van 6.000 gulden. En deze mevrouw vertelt ons dat zij normaal werd betaald via VBB. Daarbuitenom heeft zij nimmer enige vergoeding ontvangen. Dat is voor haar rekening, die verklaring. U handhaaft uw verklaring? Ik handhaaf mijn verklaring. Ik heb dat ook niet uit de lucht gegrepen. De tweede, de butler, die kreeg naar u zeggen boven zijn salaris over al die jaren per maand boven zijn loon een extra bedrag gemiddeld van 1200 gulden. Ja. 14.400 per jaar. Ja. Wij hebben hem dat gevraagd. Het is zeker niet zo, volgens de betrokkenen,
dat hij regelmatig per maand een extra bedrag van de heer De Vries kreeg. Hij zou dit graag alsnog ontvangen wanneer hij daar op recht had. Dan mag hij dat zeker hebben, ja. Nee. Heeft hij van u boven zijn loon bij Brederoog bedragen gehad? Regelmatig over al die jaren gemiddeld per maand een extra loon gekregen van zo'n 1200 gulden. Van die orde van grootte, ja. Daar blijf ik gewoon bij, dat is zo. Als ik het goed begrijp, heeft de schipper die u in 1976 had... in 1976 30.000 gulden contant van u gekregen? Ik denk dat dat naar twee verschillende gegaan is. Welke, de fulltime chauffeur, de tuinman of de schipper? Twee van de drie. Maar kunt u niet zeggen, bij functie noemen, bijvoorbeeld tuinman, schipper, chauffeur? Nou, ik denk dat de reguliere chauffeur daar ook in gedeeld heeft. En dat het de schipper chauffeur geweest is, die twee. Meneer De Vries, de commissie beschikt nu over door u hedenmiddag onder ede afgelegde verklaringen. Die in hoge mate afwijken van en onverenigbaar zijn met informatie waarover de commissie beschikt. De commissie kan en wil niet berusten in een situatie waarin voor haar verklaringen onder ede zijn afgelegd die zover afwijken van de informatie waarover wij op dit ogenblik beschikken. Dat kan niet. Die discrepantie kan de commissie niet aanvaarden. Niet alleen met verklaringen van zijn huispersoneel was De Vries in strijd gekomen. Ook andere getuigen, onder ede verhoord en een accountant hadden anders verklaard. De enquêtecommissie trok zich terug in de raadkamer. Ik heropen de vergadering. De commissie heeft zich zojuist bezonnen over de nu voor ons liggende zaak. En is tot de conclusie gekomen dat er aanwijzingen zijn van meineed op grond van tegenstrijdige verklaringen. De commissie zelf is niet bevoegd strafrechtelijke zaken te onderzoeken, ook niet deze zaak zelf. En heeft daarom besloten de zaak in handen te stellen van de officier van justitie met het verzoek een nader onderzoek in te stellen. Zeven maanden lang, van half maart tot half oktober, heeft de enquêtecommissie verhoren afgenomen. Aan 61 getuigen en in het openbaar. Mede dankzij de televisieuitzendingen van die verhoren is deze enquête niet aan de Nederlandse samenleving ontgaan. Integendeel. Niet iedereen is even gelukkig geweest met die televisieuitzendingen. Wij worden hier drie uur lang continu als getuigen onder de televisieopnameapparatuur gezet. De televisie en de beeldbuis is een zeer indringend communicatiemiddel. En ik vind het toch moeilijk te aanvaarden dat van die drie uur dat er gesproken wordt, waarvan alles aan de orde komt, irrelevante en relevante zaken, van alles om elkaar heen, belangrijk en minder belangrijk, dat dan uiteindelijk van die drie uur zes minuten ongeveer, zeg maar, wordt uitgezonden. Ik denk dat de commissie de oplossing ook niet heeft. En ook de media niet, die uiteraard niet in staat zijn om 7,5 uur verhoren uit te zenden per dag. Terugkijkend op het RSV-drama is het onmogelijk om één oorzaak of één schuldige aan te wijzen voor alles wat er aan tegenslagen, onmacht en gemaakte fouten aan de dag is getreden. Dat is trouwens een kenmerk van een drama.
Een van de grondfouten die achteraf kan worden aangewezen is dat RSV, geboren onder overheidsdwang, nooit heeft gefunctioneerd als een samenhangend concern. De rivaliteit tussen de samenstellende delen is nooit verdwenen. De raad van bestuur zat veel te ver weg van de bedrijven die hij moest besturen. Daarbij gevoegd de oneenigheid in die raad van bestuur maakte dat RSV in feite onbestuurbaar was. In de loop van 1976 zijn er een aantal dingen gebeurd die toen toch wel heel duidelijk maakten wat er waarschijnlijk op ons afkwam. En in een veel later stadium ben ik ook tot de conclusie gekomen dat qua bestuurbaarheid en qua uitvoering geven aan de oorspronkelijke uitgangspunten van deze fusie, ik daar in ieder geval niet toe in staat was geweest om dat te doen. De Raad van Commissarissen, die door de Raad van Bestuur vaak te laat werd ingelicht, heeft aan dit proces van onmacht ook geen halt kunnen toeroepen. Hun belangrijkste taak, ingrijpen en bijsturen als dat nodig is, hebben de commissarissen onvoldoende weten uit te voeren. Toen de overheid RSV in feite hoe langer hoe meer mee ging besturen, raakten de verantwoordelijkheden nog meer zoek. Ik ging ervan uit dat zoals RSV werkte, en ik weet dat dat een beetje overdreven is geformuleerd, als een op grote schaal werkende, ik zal zeggen, sociale werkplaats, dat die op grote schaal werkende sociale werkplaats natuurlijk ook op grond van sociaal-politieke overwegingen niet om zou vallen. De mededelingen van de regering, die een paar keer zijn gedaan, dit is de laatste keer geweest, moet ik uit uw woorden afleiden, die nam u dan niet serieus? Zolang daar niet werd gezegd de allerlaatste keer, heb ik aan dat begrip nu geen slapeloze nachten overgehouden. Nee. De regering gaf niet alleen geld, de regering had ook een waarnemer bij RSV, J.A.M. Molkenboer. Hij had bevoegdheden, maar te weinig om de processen die hij tandenknarsend moest gadeslaan in zijn eentje tot staan te brengen. Bovendien raakte Molkenboer gaandeweg steeds meer met het concern verweven. Verantwoordelijkheden raakten uit het zicht. Ook Molkenboer kreeg geen vat op het RSV-drama. Bij RSV was het, laat ik het u eerlijk zeggen, door het eigenlijk inhalen van de ene steun naar de ander, leefde hij eigenlijk in een diffuse situatie dan bij andere NV's. Andere NV's is het echt goed gescheiden, dan loopt dat. Dan kun je een verhaal neerschrijven, zo liep het en dan loopt het ook heel zuiver. Ik zeg niet dat het woord zuiver moet je dan begrijpen, zo als je het dan kun je dan neerschrijven. Maar RSV ben je dikwijls aan ingehaald door het volgende feit. Bij al het geld dat in RSV is verdwenen en waar nu achteraf vaak zoveel schande over wordt gesproken, mag toch niet uit het oog worden verloren dat het doel daarvan steeds is geweest het redden van een bedrijfstak en het behouden van werkgelegenheid. Dat voor dit doel vaak verkeerde middelen werden gebruikt, zoals het achterhouden van informatie, dat is een ander verhaal. In alle debatten over RSV heeft de werkgelegenheidsconsequenties, naar mijn vaste overtuiging, voor de Kamer een zeer overheersende rol gespeeld. En dat iedereen zat met hete adem in zijn nek van onze kiezers. En waar het zou moeten gelden als een leefregel ten aanzien van de steun aan individuele bedrijven, dient elke overheid te bedenken dat het zo is ingericht dat wie een ondernemer voor zijn verantwoordelijkheid stelt, tegelijk beslist over het lot van de werknemers in die onderneming. Door de crisis heen helpen, dat was het hoofdargument bij de eerste steunoperaties. Later ging de angst voor chaos een rol spelen. Toen kwam er keer op keer steun om te voorkomen dat het RSV-concern in zijn ondergang een spoor van verwoesting zou achterlaten. Het ministerie van Economische Zaken wilde tijd rekken voor een oplossing. Minister Van Ardenne gaf daar 1/3 miljard voor uit. Als wij in 78, wat overigens maatschappelijk onmogelijk was, gezegd hadden laat RSV maar succumberen, dan denk ik dat we toch voor de Nederlandse economie een slechte zaak hadden gedaan. Maar om nou af te wegen of 1,3 miljard niet een iets te hoge prijs geweest is, dat is natuurlijk
nogmaals in terugblik haast niet meer uit te maken. Dat is dan misschien iets voor de commissie in haar eindrapport. Uit te brengen aan de Tweede Kamer. Ik besluit dit verhoor en tevens de vergadering.